Dag beste kijkers, welkom bij de 29e aflevering van Sassendonk TV. Ans gaat vandaag op bezoek bij het seniorencarnaval in woonfirm Vermade in Oltenbroek. Gert heeft vandaag een snippendag, dus Basse zit achter de camera. Ik hoop dat ik dicht genoeg ben aan de microfoon. Ik ben hier bij de Vermade. Dat is een seniorencarnaval van de Poelewoppers en dat is altijd een gezellige middag. Dat moesten we hem doen. Dus ik hoop dat je ook net zoveel plezier hebt als wij. We hebben de consumptiebunnigies er binnen. Bats heeft alles ingeleverd. Gerda heeft alles ingeleverd. Dus ik zit er helemaal op je kleur voor. Ga met Wiegel, kom maar. Wie gaat naar binnen? Yo, ik ga met. Hey, goedemiddag allemaal samen. Goedemiddag. Goedemiddag. Batsen, kom maar. Goedemiddag, Batsen, kom. Ja, joh. Loop dan deur. Straks raak je hem nog kwijt. Goedemiddag. Ja. Hey, zeker blijf zitten. Bewoners van Vermate, een harte welkom. Carnaval Nieuwe Stijl. Niet in de hal. Iedereen zegt het mag niet, maar anders mag hij nog steeds. En wij wouden het dus een keer op de middag doen. Speciaal voor ouderen die s'avonds niet meer komen. Ik wens u van harte een hele fijne carnavalsmiddag. Een middag vol verrassingen. Een middag met een hele fijne hoogheid en zijn luitenant. Ons hoofd. Nou, gewoon die fijne carnaval van je doen. We zitten hier in de Vermate met twee belangrijke mensen voor het carnaval in de Vermate. Ik zal eerst even vragen of de mensen er eerst even voor willen stellen. We beginnen met de dame. U bent? Andrea Willems. Ik ben de teammanager van Vermate. Van Driezorg.
Mijn naam is Henny Hoes. Ik ben organisator van het carnaval hier sinds 8 jaar. Oprichter van de Hoelewappers. Wat moet ik allemaal nog meer zeggen? Snerpkoning zijn ze altijd en pannenkoekenbakken. Nou, pannenkoeken doe ik nog wel, maar de snerp niet meer. Maar ja, ik ben eenmaal, carnaval is mijn dan 52 jaar. En ik ken Hans heel goed en ik ken Jo Batsen nou ook. Klein beetje sinds een paar weken. En ik vind het altijd nog leuk om het te doen. En wat we dus vanmiddag organiseren, was iets wat me zelf klein jaar op is gevallen. Wij deden het altijd in de centrale hal. Een heleboel lawaai. Andrea, je weet het ook wel. Ja. Mensen zijn allemaal ouder geworden hier. En hebben gezegd, we doen het met Fiesta Tomaten, maken we Fiesta Carnaval van. En ik dacht dat dat goed gelukt is. De stemming zit er heel goed in, dacht ik. Ja. Ja. Nou, dat waren alle vragen, denk ik, zo'n Bertien. We zijn uitgeluld. Je zegt al 52 jaar, maar hoe ben je er toe gekomen om een carnavalsvereniging op te richten? Nou, dat was dus vroeger. Mijn vader werkte bij de Vrolijkheid. En dat was nog bij Daan de Diek. En ik was net getrouwd, ik woonde in Kampen met mijn vrouw Riet. En we hebben dus uitgenodigd voor een carnavalsfeestje bij Daan de Diek in de oude Vrolijkheid. En Johan Dollekamp was daar. En Johan Dollekamp is net zo'n type als mij, want wat was het nou? We waren allebei Chinees verkleed. We zijn allebei op 12 maart geboren. Ik weet hoe het komt, maar wij hebben toen gezegd, want eigenlijk dat feest is zo mooi. Het was een feestje van Daanen dus en dat was leuk carnaval, veel in hem en je kent het allemaal wel. Maar wij hebben toen de carnavalsvereniging opgericht en dat is in 1964 geweest. En als ik het goed herinner ben ik nu nog de enige die dan in leven is. Ik ben 25 jaar weg geweest. Paul Schulte heeft me er weer bij gehaald. Veel praten, veel kletsen. Nou, ik ben er weer bij. Sinds 7 jaar ben ik weer grootvast bij de vereniging. Grootvast blijf je altijd hoor. Ook niet dat je er niet meer bij bent, geen lid bent. Maar ik ben nog steeds grootvast. Ik ben ondertussen lid van Verdienste geworden. Daar ben ik zeer trots op. Hè, want er zijn er allemaal niet zoveel. Maar zo is dat carnaval ontstaan. En zo geleidelijk al gingen wij vroeger naar de biertonnen toe, nou, bij Jan de Weert, op de wagen van Gijs. Gijs was de bierboer aan de kade, daar bij de Willemsvaart. De Willemsvaart was er. Ja. En daar gingen we op zondagavond naar Schelle toe. Kold, lange onderbroeken aan, kleppen de veur. En kon dat het was, maar bij Jan de Weert was je altijd welkom. En we ook een beetje geholpen de tonnenzotters op te zetten. We hebben datzelfde gedaan bij de hazelnutten. Die zijn helaas zo'n beetje te ziel, heb ik gehoord. Maar daar hebben we dus ook het carnaval een beetje op poten gezet. En zo is dat zo geleidelijk aan gegroeid. En dat is het ontstaan van de vereniging toen geweest. We waren eerst de Vrolijke Dikkies. Nou, later hebben we gezegd, er is ook toen een keer weer wat geweest met Danen. Maar ja, ik zeg altijd, dat lijkt wat niet gesproken, dat is voorbij. Wat moet ik daarvan zeggen? Toen hebben we dus 1 of 2 jaar bij de boven geweest. Dat was ook niet zo leuk, want de Vrolijkheid was anders. Hè? En toen hebben we maar gezegd, we zijn nachtoelen, want oelewappers zijn oelen. En wij waren ook oelen, hè, want je bent altijd s'nachts op pad en niet overdag. En toen hebben we dus de vereniging de oelewappers gedoopt. Hè? En ik moet eerlijk zijn, men zegt wel eens, mijn oelewapper, het is mijn club. En ik ben ook wel. Als je me niet van afbrengen, het is gewoon zo. En ik ben er bijzonder trots op. Nou, dat mag ook wel. Hij ziet wat er nou hier weer rondloopt. Het is weer een hele grote opkomst. Ja. Het is een club om trots op te wezen. Het is ook een begrip in Zwolle. Want ik loop zelf ook al een jaar of 40 mee in de carnaval. Ja. Dus ik wist een beetje hoe of wat. Ik niet. Ik hoorde dus net een heel rare opmerking. Ik ga naar Eindhoven. Het lampengat. Ja, ernstig. Het lampengat. Ja, toen ik dat zei, dacht ik van shit. Hoe doen we dat nu? Hoe kunnen we dat nu goed maken op de camera? Ja, niet. Maar nee. Je gaat echt naar Eindhoven toe? Ja, ik ben uitgenodigd, dus dat neem ik aan. En dat komt wel door meneer Moes hoor. Want ik 3 jaar terug geweest, wist ik helemaal niks van kan. Niemand wist wat van kan. Nee. Nou ja, ik ook helemaal niet. Ik deed mijn verkleedkleding aan en dat is het. Blikken we dan eigenlijk verstand op nul en ik doe maar mee met de meute. Ja. Maar nu hebben we een carnavalsfeestje hier in Fermaten. Organiseren jullie nog meer voor de bewoners? Ja, heel veel. Nou, meneer Hoest al zelf zegt, de pannenkoeken bakken en allerlei activiteiten worden hier georganiseerd. Van,
van muziek tot aan gewone dagbesteding, maar ook lekker kopje koffie drinken, spelletjesmiddag, studenten komen, de bingo, nou, noem maar op. Ja. Dus het is een gezellige boel. Een levendige boel, ja, dat willen we graag zo houden. Ik heb het voor jaren geleden heb ik het dus pretpark van Maarten genoemd. En het is nog steeds voorbij pretpark van Maarten. Als je net je hebt mooi mazzel. Je hebt er nog net twee. Maak je er twee. Drie. Ja, dankjewel. Even een onderhandeling. Het is gewoon pretpark van Maarten en dat is leuk. Ja, ik vind het ook bijzonder leuk, want als je dus leest in de krant, dan gaan verenigingen die gaan naar in de Wipstreek. Dan gaan de kleurenschoers, die gaan naar de Parkzicht. Parkzicht. De Wezenlozen gaan naar de Nieuwe Haven. De Bierton, die heeft vanavond hebben ze daar van de Eilevers een seniorencarnaval. Dus ja, ik vind het erg leuk dat er dus heel veel dingen gedaan worden voor die mensen. Want je vergeet een heleboel, maar ik heb hier nog vanmiddag kom ik hier binnenlopen en ik hoor niks van hey Hans. En dan zie ik mensen in rolstoelen zitten en die dus altijd volop carnaval hebben gevierd. En dan denk ik van, zo kan het ook. En doen die mensen doen toch mee. Dat is juist het mooiste. Dat is geweldig. Dat is een mooi concept hoor, dat ze zo naar beneden kunnen. Ik wil je een van ons team een onderscheiding geven, een pin. Okay. En die mag je niet afdoen. Alleen als je naar Eindhoven gaat, moet je hem op dat pak doen. Je moet laten zien dat je fan van Sassendom TV bent. Dat ga ik zeker doen. Ja. Waar kan ik hem... Dat doe ik nu nog. Maar dan doe ik hem dan wel op het pak waar ik dan aan heb. Ja, dat is wel de bedoeling. Oké. Okay. Hey, wil een foto zien, Hans, hè? Oh, een foto als ik daar ben. Met die speldop. Met die speldop, ga ik doen. Een hele dikke stof is dat. Ja, ik heb het bloed heet. Ja, nee, is goed, ik maak een foto. En die kan je ook zo naar de website sturen van ons? Ja, dat ga ik doen. Zo. Nou, dankjewel. Fan van Sassendom TV. Vol trots. Nou, dat was het. Ik vond het leuk om even te laten horen aan de mensen, want we hebben heel veel volgers, gelukkig, met Sassendom TV. Okay. Dat ze even weten dat hier ook carnaval gevierd wordt. Ik vind het heel leuk dat hier... Ja, zeker. Het altijd in goede overleg gedaan met Riesel. Ja. Nou, dat is ook het mooiste. En onze vereniging heeft dit jaar besloten om de bewoners allemaal wat eten aan te bieden. Een broodje kroket en een kop soep. Dat is toch super. En het Rad van Fortuin speelt. Maar ja, je moet dan met pennenmissen wel een beetje onderhandelen. Want het is moeilijk. Oh, dat lukt wel. Dat lukt maar het is wel weer gelukt. En ze kennen het alleen de bewoners. Hè? Ja. De rest kan wel betalen. Ja, die moet allemaal zelf betalen. Dat is allemaal zij hier wonen. Maar dat is... goed. Jullie wonen. Maar joh, wat ze zeggen, hè? Het zijn allemaal armoedzaaiers die hier wonen. Of ze in je mond hebben, batsen. Dat heb je wel goed. Wiega, wie sluit af? Bijzonder ziek nog ons geitje er vanavond wat van kan maken. Want, dat doet hij wel. Hij zal vooral een thuiswezen zeggen om hier alles op de beeld te zetten. En dan zien we het weer. Mensen, bedankt. Ja, dankjewel. Ik vond het leuk om ook eens kennis te maken met een manager. Nou, Wiegel, dat was het. Ik wil even wat anders doen, want ik geef van iedereen een klap voor mijn hersens. We hebben nou dit, hè. Heb je gewoon hem gebruiken ook. Wiegel was gezellig met die oude mensen. Was weer leuk. Mijn vriend Gert, die bleef op afstand. Die durft niet. Zoals Bart zat hij strak naar ons mee. Maar we hebben het te zien. Wie gaan weer? Wie gaat? Hoi! Hey.